G1000 is een landelijk burgerinitiatief voor en door burgers. Achter de G1000 zitten verschillende initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig een G1000 in hun gemeente organiseren. G1000 is onafhankelijk. Het is dus geen politieke partij en heeft ook geen enkele binding met welke politieke kleur dan ook. De G1000 wil de democratie van nieuwe zuurstof voorzien en steunt op objectief wetenschappelijk onderzoek. De G1000 wordt gesteund door ambassadeurs en onderzoekers. In Schiedam heeft dit initiatief reeds 2 maal plaatsgevonden. De eerste keer 2016 in de Margriethal op 27 februari. De tweede keer vond het plaats in de Grote of Sint-Janskerk en wel op 11 maart 2017. Moet er in 2018 weer een G1000 komen? En wat waren de resultaten tot nu toe? Marco vraagt dit aan een aantal betrokkenen bij hem aan tafel. Nou, laten we dan gelijk maar met die vragen beginnen. Wat het oplevert? Ja. Precies op het juiste moment, want afgelopen vrijdag hebben we een hele mooie bijeenkomst gehad in wijkcentrum De Erker. En daar waren verschillende partijen aanwezig. De burgerinitiatiefnemers, waarvan er zo dadelijk eentje binnenkomt, Marco van Opijnen. En de gemeente was aanwezig. Er was iemand van het basisonderwijs aanwezig. Dus mensen waarmee je iets kan bouwen. Hè? Je kan dat nooit in je eentje. Nee. En er lagen een aantal initiatieven voor die vergevorderd zijn. Sommige vragen een langere doorlooptijd. En een daarvan, ik weet niet of ik dat mag verklappen, maar misschien wel, het Schiedamkoekje. Zo simpel en zo te mooi om waar te zijn. Iemand, ja. Een burger in Schiedam, die van origine uit Vlaardingen komt, die zegt, ja, Vlaardingen heeft een koekje en naam en faam meegemaakt. En waarom hebben wij in Schiedam niet zoiets simpels? En als je dan met die man praat, heel bezield, dan denk ik, ja, dit is nou typisch voorbeeld. Iemand bezoekt zo'n burgertop, wordt ingelood en die loopt met zijn idee en kan het niet slijten. Nou ja, en nu door contact te maken met meerdere partijen, wordt het idee geadopteerd. Ja. En ik geloof dat ze al een bakker hebben gevonden. Okay. En dus het idee geadopteerd. Ja. Dat is een van de, pak een beetje, 7-8 thema's. Ja. Er zitten ook andere thema's bij. Bijvoorbeeld veiligheid rond basisscholen voor kinderen. Dat is allemaal niet zo mooi als dat het lijkt. Nee. Hè? Dus het is een hele, een heel boeketje van ideeën. Ja. Dus dat is al voor 2018? Strikt genomen zijn dat de resultaten uit de eerste en tweede burgertop. Kijk, we moeten eerst meters maken, zeg maar zeggen, het vliegtuig in de lucht krijgen van zo'n burgertop. Wat is dat nou? En waar gaat het over? En hoe wordt het wat? Hè? Dat sluit een beetje aan op je vorige gast. Het meeste ontmoet je negativisme. Ja. Hè? Van Schiedammer, dat zeggen ze ook wel eens, Schiedammer kent maar 2 smaken. Het deugt niet of het is niet goed. En de eerste maanden hadden we dat wel. Ja. Maar nu zie je langzaam dat het aanslaat en steeds meer mensen sluiten aan. Ja, Marco, hij komt er zo aan, is daar een mooi voorbeeld van. Want hoe kijk jij terug naar de 2 vorige sessies? Nou, de 2 vorige sessies positief in de zin van burgers worden ingeloot. Hè? We doen een verzoek aan de gemeente en die vragen op gemeente, willen jullie A-select voor ons bewoners inloten? Omdat wij niet de usual suspects in zo'n zaal willen hebben. Want je ziet altijd, met respect hoor, altijd dezelfde mensen rond dit soort bijeenkomsten. Kwaliteit belangrijk is dan omvang. Hè? Het gaat er niet om echt 1000 mensen in de kerk te krijgen. Nee. Maar we hadden de eerste keer pak een beetje 300, 350 mensen. En de tweede keer misschien 10 of 20 minder. Maar ook zoveel mensen, allemaal met ideeën. Dus sowieso ontmoeting. Hè? En je praat met elkaar over thema's die ertoe doen. Hè? Wat hebben mensen nou voor ideeën? Wat leeft er in die stad? En dan zijn het in de regel ideeën die leven op het gebied van woon, leefomgeving. Dat wat de mensen echt bezighoudt. Ja. Daar komt Marco. Marco, je kan aanschuiven. Dat is dan het uitgangspunt. Ja, en dan krijg je de meest verrassende dingen. Ja. En daar komen mensen mee. En er zit toch wel een beetje kritiekpunten bij. Zo van, wat bereik je concreet, mm-hmm. Want je zou altijd de politiek nodig hebben. Je zou altijd de gemeente nodig hebben. Ja. Want concreet genomen, als even heel gewoon dan... Nou, concreet, straks om 1 uur zitten we bij de gemeente om nog even een stukje evaluatie doen van afgelopen vrijdag. Wat levert dat nou op? Ja, maar ik heb het over 2016, 2017. Nou ja, in eerste instantie een afwachtende gemeente van een beetje meebewegen in het lukt niet of het gaat toch niet lukken.
Iemand van de gemeente zei, ja, maar daar gaan de burgers helemaal niet over. Nee. Dat zei iemand uit de gemeenteraad, letterlijk. Wij zijn de gekozen volksvertegenwoordigers. Nou, beter kan je ons niet motiveren, want ik bedoel, democratie, want daar heb je het dan een beetje over. Ja, is natuurlijk meer dan één keer in de vier jaar je stem, rood kruisje achter een kandidaat zetten. Ik probeer toch een beetje kritisch te zijn. En dan, uiteindelijk, je komt met een plan, hè, yeah. En dat, daar zijn jullie het allemaal mee eens. Yeah. En wat en dan verder? Ik bedoel, nou ja, gaat het naar de gemeenteraad of je hebt toch die politieke partijen nodig? Ja, nou ja, daar snij je een goed punt aan. Wij zeggen, wij hebben onze innovatie driehoekje meerdere partijen nodig. Hè. Je hebt de burgers. Je hebt de gemeente. Heel vaak kom je de gemeente tegen. Niet als je bijvoorbeeld iets op je stoepje wil doen. Dat is ook een burgerinitiatief met een paar planten bakken. Maar duw me maar dat je het hebt over veiligheid rond basisscholen. Ja, natuurlijk kom je de gemeente dan tegen. Ja. En dan is het echt zoeken naar de juiste personen, de juiste attitude, de juiste wil. En je kan die overal je zinnen krijgen. Maar gelukkig komen er steeds meer ambtenaren, raadsleden, bestuurders ook tegen. Die zeggen van ja, verdorie. Ook wij kunnen het niet alleen. De gemeente kan het niet alleen. Dat zag je afgelopen week met de bomenkamp. Nou, laten we het zeggen. Bereik je niet meer om gewoon met 100 man in de raadzaal te gaan zitten om zo de druk wat beter op te voeren meer wellicht. Invloed uit te oefenen? Wellicht. Dat is ook vaak, denk ik, van thema of van onderwerp afhankelijk. Ja. Waardoor ik vond dit een hele mooie, bijna radicale vorm van een burgerkracht. Hè? Ja, maar daar moet het toch gebeuren? Dat moet gebeuren. Nou, maar wat doen jullie dan? Wat doen jullie dan met z'n allen gezellig in de grote kerk met 350 man? Misschien is dit ik kan altijd nee. Ik zie zo weinig uitkomst. Ja, nee, maar dat is het punt. Kijk, iedereen wil gelijk boter bij de vis zien. Dat is dus dan, bedoel, net het feest der leegstand. In een uur, wat gaat die man doen in die lege pan? Die negatieve reactie kom je dan tegemoet. Denk je, ga eerst een uurtje kijken op de vrijdag. Nou, dan moet je professional zijn, geloof ik. Maar op de zaterdag, ga nou eens even snuiven wat het is. En ga nou eens kijken hoe we gaan nou eens tellen. Probeer nou eens die lege panden langs te gaan. De Boterstraat. Voor mij ook net een nieuwe inzicht. Ik denk, verdorie, ik ga de daken eens langs fietsen. Die achterkant van de Boterstraat. Ja, maar hoe reflecteert dat nou weer naar G1000 toe? Even terug naar jullie eigen. G1000, wij verzinnen geen vooropgesteld. Wij faciliteren. Hè? Wij organiseren ontmoeting. Wij organiseren dat mensen ingelood worden. En mensen moeten zelf de agenda vormen. Mensen komen zelf met ideeën. Nou, daar hebben we een hele bosje van gehad. We hebben in 2016 een boekje vol met ideeën. Hebben we proberen te slijten. Dat is ten dele gelukt. Sommige dingen zijn uit de verf gekomen. Andere half en sommige nog niet. Dus wij groeien gewoon heel langzaam. Ja. En wij hoeven ons voor niets en niemand te haasten. Want we blijven een 100% burgerinitiatief. Ik zou Marco ook graag het woord willen geven. Nee, precies. Nee, voor zo eventjes. Maar even zin. Of jou, is van Marco van Opijn. Je bent burger. Jazeker. Schiedammer? Ja, geboren en getogen, altijd gewoond in Schiedam. Dus op en top Schiedammer. En je doet dat helemaal vrijwillig en je zegt van ik wil mij gewoon inzetten voor de gemeenschap om in mijn eigen vrije tijd lid te worden van G1000. Want ik zie daar. Nou goed, wat Ron ook zegt, het is geen lid worden. Je bent niet een vereniging of dergelijke. Maar ik ben daar niet alleen in. Vanuit de grote kerk zijn er verschillende groepjes ontstaan. Die hun hart hebben liggen bij verschillende initiatieven. Ik ben betrokken met nog 7 andere betrokken Schiedammers bij de groep Identiteit en Trots. Omdat wij vinden dat Schiedam eigenlijk een slapende reus is. En die begint heel langzaam wakker te worden. Er zijn heel veel mooie initiatieven in Schiedam. Gisteravond zijn we ook met 5 van de 8 naar het maritieme stuk geweest. Mm-hmm. Er was een avond over bij de Gusto. Zeer inspirerend en indrukwekkend wat bedrijven, de gemeente Schiedam en het onderwijs daar met elkaar aan het doen zijn. En dat praat je over trots en identiteit en ik ben daar ook positief verrast. En wat wij iedere keer merken is dat er best veel aan de gang is, maar dat heel veel Schiedammers het niet weten. Nee. En ik ben er daar één van. En wat wij vinden met onze groep, trots en identiteit, dat je de trots en de identiteit van de Schiedammers weer nieuw leven in kan blazen. Ja. En wij zijn met elkaar aan het nadenken, hoe kan je dat nu beïnvloeden? Ja, want wanneer ben jij tot het inzicht gekomen dat Schiedam eigenlijk best een leuke stad is? Dat inzicht heb ik al heel lang, want ik woon daar al mijn hele leven. Alleen ik ben ook een tijd geleden al tot het inzicht gekomen dat niet het maximale uit de stad wordt gehaald. En dat het potentieel wat de stad Schiedam heeft niet maximaal benut wordt. En er kwam een brief op mijn mat met daarin een uitnodiging voor de G1000. Ik wist helemaal niet wat het was.
toen ben ik dat gaan lezen en me erin te gaan verdiepen. En ik denk, nou ja, ik kan daar van alles van vinden. Alleen ik kan me er zelf ook bij betrekken en gaan proberen te beïnvloeden. Ja. En zo zijn er nog meer mensen. Dus ik denk wel dat G1000 een initiatief is en een platform biedt voor betrokken Schiedammers om met elkaar dingen te beïnvloeden. En wat Ron ook zegt, dat gaat langzaam omdat het nog vrij nieuw is. En ik snap dat ook, omdat ook bestuurders en gemeenten en dergelijke, die zitten in een bepaald patroon van werken. En dat is al jaren zo. En dat zijn ook gewoon mensen. En die vanuit dezelfde intentie dat doen als wij, denk ik. Alleen ja. Patronen bij mensen doorbreek je niet zomaar. Nee. En we komen steeds meer tot elkaar. En G1000 heeft inderdaad ook gemeenten nodig om uiteindelijk dingen te realiseren. En de gemeente heeft dat ook ontzettend druk met hun agenda. En die initiatieven die wij hebben, die dragen ze een warm hart toe. Alleen, dat is ook zo, dat kunnen hun ook niet alleen. En we zijn steeds meer aan het samensmelten om te kijken van, oké, wat is nou jullie rol en wat is jullie taak en hoe kunnen jullie dat beïnvloeden? En wat kunnen wij als burgers dan daaraan bijdragen of faciliteren om uiteindelijk dingen te realiseren? Maar op een gegeven moment, wat ik ook al eventjes zei van, ja goed, je bent heel druk bezig en, ja. je komt met mooie ideeën. Ja. En dan moet het op een gegeven moment moet het naar de gemeente. Hoe kijk jij daar aan? De grootste frustratie is natuurlijk dat het niet geadopteerd wordt. Maar wiens frustratie is dat? Nou, het lijkt mij als jij een aantal sessies hebt gedaan met 350 man en er komt eensluidend komt daar een soort motie aan van we willen dit hebben en het wordt en de gemeente zegt van ja, dat doen we niet. Dan is er toch een redelijke frustratie. Ja, dat zou wel zo zijn. Daar trek je niet zoveel van aan. Nee, het woord frustratie zit nog niet eens in ons vocabulaire. We zijn rustig aan het bouwen. We zijn heel organisch bezig, stapje voor stapje. We proberen het elke dag een beetje beter te doen. Met goedwillende amateurs, laten we dat vooropstellen. Met burgers die dat spel helemaal niet gewend zijn te spelen. En dan kom je ten overstaan van professionals, ambtenaren, raadsleden, bestuurders. Na de eerste sessie waren er mooie ideeën. En op een gegeven moment komen die burgers, die met 4, 5 mensen komen ze aan tafel van een professional. En je wordt nou nog net niet van tafel gelachen. Ja. Wat kom je doen? Want je idee is niet smart. Er moet een projectplan. Maar burgers Ron, ik heb de mensen gezien die bij de erken zaten. Dat waren, nou ja, ik ga geen namen noemen. Dat waren mensen, dat zijn niet de domste. Die weten hoe het werkt in de gemeente. Die zitten ook vol met initiatieven. Ze zijn gelijkwaardig aan de professionals. Nou, het zijn mensen die weten hoe de hazen lopen. Ja. Ja, ik ben het wel en mee toch eens. Kom je er niet doorheen. Nou, het is zo, kijk, de burger in het algemeen die bestaat natuurlijk niet. Hè. Dat is een grote groep van diversiteit aan mensen. En ik ben het mee eens, want ook in onze club met Identiteit en Trots, daar zitten ook professionele mensen in. En op het ogenblik hebben we wel het idee, het gaat langzaam, maar dat we op die manier ook wel bekeken en ontvangen worden. En we hebben daadwerkelijk wel over dingen nagedacht hoe dat te doen. En afgelopen week zijn we ook weer op het stadskantoor geweest. Hebben wij ook weer gesproken met mensen die bezig zijn met veiligheid en beïnvloeden van trots en identiteit van Schiedam. En we hebben inmiddels al 3 gesprekken gehad en ook weer 3 nieuwe afspraken staan. En ik heb absoluut wel het idee dat we serieus worden genomen. Dus er is beweging. En de samensmelting van de doelen van de gemeente Schiedam en de doelen die wij hebben om daaraan bij te dragen, die vindt absoluut plaats. Ja. En waar u net aan refereerde was inderdaad G1001. Dat is helemaal nieuw. En daarin wat ik begrepen heb, daar ben ik niet bij betrokken geweest, een aantal dingen ontdekt. Van hoe kun je dingen wel doen en ook hoe kun je een aantal dingen niet doen. En daar is weer lering uitgetrokken in G1002. En ook hier leren wij weer en komt er waarschijnlijk ook een G1003 aan. En ik vind de houding van de gemeente, van de mensen die wij nu gesproken hebben, eigenlijk wel helemaal prima. Ja. Ja. Wat klopt het dat jullie het nu over het, moet ik even corrigeren hoor, over het station willen hebben of zo? Was dat iets wat ik, was een van de initiatieven? Er zijn heel veel mooie dingen in Schiedam waar heel veel burgers niet van op de hoogte zijn. Ik was er daar één van. En wanneer je dat bij burgers bekend wil maken, dat is één van onze ideeën, is dan moet je dat gaan beïnvloeden. En dan kan je natuurlijk een stukje in de krant schrijven, alleen hoeveel mensen lezen dat? Je kan iets posten op een Facebook, hoeveel mensen lezen dat?
Wat wij bijvoorbeeld voor ogen hebben is, er zijn heel veel mooie dingen in Schiedam aan de gang, waarin de slapende reus wakker kan worden. En wat het potentieel van de stad met zich meeneemt. Dat is een stuk geschiedenis waardoor Schiedam bekend staat. En dat is ook een stuk potentieel waar Schiedam weer mee bekend kan worden en op de kaart. Onder andere hebben we gezegd van oké, Schiedammers bewegen zich in de stad. Ja. En ook mensen die Schiedam bezoeken, die bewegen zich door de stad. En onze viaducten, waar je iedere dag onderdoor rijdt, dat zijn misschien ook wel een soort toegangspoorten. Daar kun je bijvoorbeeld beelden op maken met plaatjes waar deze stad onbekend staat. En waar je trots op kan zijn in Schiedam. Bijvoorbeeld het maritieme gedeelte wat we gisteren gezien hebben. De hoogste molens van de wereld, de Gin Jeneverstad. En zo zijn er nog een aantal dingen waardoor Schiedam bekend is en waar we trots op kunnen zijn. Bedrijven, wereldspelers die in de stad Schiedam zitten. En wanneer je dat gaat verbeelden, mensen leren door plaatjes en onthouden door plaatjes. Word je iedere dag geconfronteerd met beelden van je stad waar je trots op kan zijn als Schiedammer. En onze viaducten en eigenlijk de toegangswegen naar onze stad toe zijn voor ons, denk ik, een uitstekend middel om die beelden iedere keer weer te geven om je stad te promoten. En om ook een eenheid te krijgen van, dit is eigenlijk een stad met heel veel potentieel waar we trots op kunnen zijn. Ja. En van daaruit kun je dat weer verder gaan promoten. En die beelden zou je ook weer kunnen gebruiken in de stad naar die locaties toe. Want mensen herkennen die plaatjes al en het is ook voor toeristen uitstekend van, die weg moet ik bewandelen om dat te bezoeken binnen deze mooie stad. En ook station Schiedam, omdat het nu nog een vrij anonieme plek is. We hebben ook gezegd, stel dat je daar aankomt en je doet je blinddoek af en je zegt, u bent in Apeldoorn. Ja, dan gelooft ook iedereen het. En we willen eigenlijk net, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Wanneer je terugkomt van vakantie, je komt aan op Schiphol, dan heb je weer het gevoel van, ik ben in Nederland. Want je ziet allerlei beelden van herkenning. En het zou mooi zijn om dat ook in het station Schiedam te doen. Dat het ook een plek is waar een bezoeker en ook de Schiedammer weer een thuisgevoel krijgt van, ik ben aangekomen in Schiedam. Ik voel me welkom. Wat heeft deze stad allemaal te bieden? Daar maak ik in het station al kennis mee. Dus dat zou je ook niet verbazen als het hele plein op de schop zou gaan? Nou, op de schop niet. Ik vind het plein qua hoe het er nu uitziet en de ruimte die het biedt en het groen wat er nu is gekomen en de kunst wat er staat, is natuurlijk een uitstekend begin. En dat merk ik ook bij de gemeente, dat men aan het nadenken is van oké, je kan wel weer van start gaan en iets gaan invullen en dan erachter komen dat niet helemaal het effect is wat je hoopte te bereiken. En wat wij met onze groep doen, zo werken wij ook met elkaar samen en zo zijn we nu ook in contact met de gemeente, dat we eerst met elkaar bepalen, wat is nou het effect wat we willen? En iedere keer het effect wat we willen als uitgangspunt nemen, want dan merk je ook dat de betrokkenheid komt, omdat iedereen eigenlijk wel datzelfde effect wil. En wanneer je dan gaat terugrekenen, wat moeten wij dan met elkaar doen, de gemeente en wij als burgers, om dat effect met elkaar te bereiken? Ja. Nou, dan zie je dat je elkaar gaat vinden, omdat je praat vanuit hetzelfde doelstelling en vanuit hetzelfde effect. Ja, oké. Maar er blijft bij praten, hè? Op een gegeven moment moet natuurlijk ook dat soort dingen concreet gemaakt worden. Ja, precies. En dat hebben we nu ook al. Er zijn mensen in het stadskantoor die wij gesproken hebben. Onder andere Bart Vos. Die is bezig met de viaducten in Schiedam en dergelijke. Ja. Ook het project Tunnelvisie. Die zegt van, oké, ik vind dat ook heel erg mooi om dit daar met mijn project te verenigen. Omdat je dan eigenlijk twee vliegen in één klap slaat. Je maakt tunnels beter, zichtbaar en veiliger. En tegelijkertijd kun je daar ook iets doen met trots en identiteit. Ja. En ook de mensen van promotie Schiedam, onder andere Lisbeth Roeles en Sjors Derksen. Die zijn bezig ook met stadspromotie en dergelijke. Mm-hmm. En met de stad Schiedam verder op de kaart zetten. Die hebben ons ook echt omarmd en gezegd van, wij vinden het super interessant hoe jullie denken over beïnvloeden waar hetgeen wat wij mee bezig zijn. En we hebben alweer drie nieuwe afspraken staan. Oké, nou, dat klinkt toch heel positief dan? Ja, dat vind ik van wel, ja. Wij zijn niet negatief. Ja. Nee, ik ben kritisch. Wij moeten jou ook ja. Goed, kijk, de kritische houding snap ik ook. Ja. Het referentiekader is inderdaad van, je hebt een initiatief, je komt aan tafel en dan uiteindelijk, die mensen hebben het ook heel erg druk en die moeten dat er wel bij nemen. Ja. Dus wij zijn wel van mening, wanneer je gaat praten vanuit effecten en je gaat niet ballast brengen bij een ambtenaar, maar je gaat hem eigenlijk ontlasten, dat je elkaar dan gaat vinden. Want omdat je met hetzelfde doel bezig bent en wij kunnen daar ook een stukje in betekenen. En andersom, wat u zegt, dat is ook waar. Het plan gaat niet gerealiseerd worden zonder die ambtenaar. En op het ogenblik heb ik echt een goed gevoel over hoe wij ontvangen worden. En ik heb wel het idee dat we de goede kant uit gaan.
Mooi. Ja. Nou, sluiten we positief af. Zeker. Dank jullie wel. Oké. Okay.